Hey allemaal, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Hearts of Iron 4 met Engeland. De keuze die ons voorligt, Civil War for Fascism, ja of nee? Ik denk dat we dat nog even niet moeten doen. We hebben nog niet de steun van het hele volk. Dat betekent dat we ook niet de hele steun van het leger hebben. Als we maar 30% van het leger zouden krijgen, ongeveer. We hebben nu... Hoeveel hebben we er eigenlijk? Nou, laten we zeggen dat we 30 divisies hebben, houden we er 10 over. Dan moeten we daarna 20 nieuwe bouwen. Dus ik laat eerst maar even wat steun onze kant opkomen. Even geduld dus nog. Maar ik mag hopen dat het langzaamaan beter gaat. 0.03. Het wordt wel steeds minder. Maar goed. Ooit zal het toch wel goed komen, is mijn hoop. Goed, betekent dat we ons dus voorlopig nog even op research kunnen richten en dergelijke. Dus nog steeds geen oorlog. Ik hoop zo rond 38 dat het dan toch wel het geval zal zijn. Amelia Earhart disappeared. A loss for aviation. Al natuurlijk besproken in onze Nederlandse campagne. Een vrouw die de wereld om wilde vliegen. En dat ging helaas niet goed. Anti-tank, check. Misschien toch maar even die vliegtuigen indelen. Gewoon omdat het kan. Wat hebben we hier? Fighter. En nog een fighter. Oh, daar heb ik geen manpower voor. Snel uitgedeeld natuurlijk. Oké. Unpause. Continue. Hoe gaat het met die Duitsers hier? Wow. Pax Americana. Oh, dit is de samenwerking tussen Amerikaanse staten. Chinezen maken zich klaar voor de oorlog en wij hebben ons fort in Gibraltar af. World Tension neemt toe, betekent dat we hier en daar wat nieuwe dingen mogen kiezen. Bijvoorbeeld deze, even kijken. Dat maakt de conversion sneller, maar dat maakt niet zoveel uit. Industry Research en Extra Research Slot, die lijkt me wel handig. Dus laten we dit takje maar even afmaken. Let's go. Ja, en hier gaat het echt al beginnen. Japan tegen China. Ik zag trouwens reacties op de Nederlandse campagne om misschien ook eens een keer in Azië te gaan spelen. Dat is zeker een goed idee. We zouden dan bijvoorbeeld met communistisch China kunnen spelen. Of het gewone China. Of natuurlijk toch Japan. Construction is ook compleet. Even kijken. We zitten in 37. We kunnen excavation doen, maar we hebben eigenlijk geen resources tekort. Deze wel. Die pak ik even mee. Toch een beetje onze eigen olie gaan bouwen. We hebben al een aantal van die dingen natuurlijk under construction. Zo. Lekker veel fabriekjes over, dat is gunstig. Army experience groeit ook, dus we zouden onze units wat kunnen verbeteren. Wordt ook wel tijd dat we ook iets van artillerie gaan bouwen. Alleen hebben we natuurlijk weer de manschappen weer niet voor, dus... Ja. Zo. Zij zijn al uitgetraind, denk ik. Ja. Nee, het zouden er 4 moeten zijn, maar er staan er maar 3. Er komt er nu eentje uit. Oh, die stond in Hongkong natuurlijk. Ja, nou ja. Die houden we waarschijnlijk toch niet vast. Modify government. War industrialist. Quartermaster. Misschien maar gewoon de War Industrialist. Construction speed 10% omhoog. Ja, dit is allemaal filled. Moet toch maar even vooral iets anders gaan bouwen dan. Anti-air. Fascist Assault Division Form. Oké. Okay. Pauze. Pauze, juist. Even kijken. Change in popularity of fascism. Ik heb 5% gratis. National Unity min 5%. En Daily Fascism Support gaat omhoog. Mooi. Dat zou tijd worden ook. Industrial Effort. Een research die wat sneller kan zometeen. Dat is mooi, want die is dan precies rond 38 klaar. Missing Equipment
Aircraft carrier naval bombers. Oké. Naval bomber, daar. Zo. Oh ja, logisch natuurlijk, want we hebben natuurlijk een carrier gebouwd. Maar die wil dan natuurlijk ook wel vliegtuigen erop. Merge, hoeveel carriers hebben we op dit moment? 1, 2, 3, 4. Wow. Nieuwe subs zijn ook klaar. Wow, rustig aan. Concentrated industry is ook af. Mechanical research. Die nog niet. Air doctrines, ja, kan ook wel onderhand. Destroyer subdetection. Ook niet verkeerd. We zaten bij Naval te kijken. Ja, dit is allemaal nog redelijk up-to-date. Dus laten we daar nog maar even mee wachten. Land Doctrine. Superior Firepower lijkt me inderdaad de beste. Go. Ik zie hier trouwens geen datum bij staan. Dus volgens mij maakt het niet uit wanneer je dit onderzoekt. Let's continue. Wat betreft die carriers, we kijken een paar hele oude. Misschien moeten we die er even uitgooien. All carriers. Select. Dit is een type 2, dus die is goed. Maar al die andere kunnen er wat mij betreft wel uit. Dus deze 4. Never repair, repair now. Split. Is er geen delete optie? Misschien even een andere haven leggen. Fire at will. Bla bla bla. Oh, waarschijnlijk 1 voor 1 of zo. Juist. Bam. Misschien zonde. Is natuurlijk ook wel een beetje zo. Om al die oude carriers weg te gooien, maar. Ja, hoe beter de carriers, hoe meer ik eraan heb. Dus dan maar even een paar nieuwe bouwen. Ja, qua composition is goed. Oké. Set limits. Oké, mooi. En zo naderen we het einde van het jaar, is alles nog relatief rustig in Europa. Toch is er al behoorlijk wat world tension. Germany gaat zelfs meevechten in Japan. Het is vooral Japan die nu nog voor de chaos zorgt. Verder is er nog niet zoveel gebeurd. Anti-tank guns, mooi. Deze kunnen we nog heel even mee wachten. Hier valt natuurlijk wel iets te doen. Strategic bombers, research, production. Ik denk dat we die inmiddels wel weer genoeg hebben. Anti-tank dus. Check. Oké. Qua resources zitten we ook goed. Volgens mij is überhaupt niks wat we importeren. Betere oil plants. Mooi. Poland seeks Baltic cooperation. Oké. We zijn nu een eigen alliantie aan het oprichten dan, denk ik. Wow. Ja, dit is die 50% bonus. Heel even wachten tot het goede jaar binnen is. Air Doctrine. Strategic Destruction. Bombing of Enemy Factories. Dat klinkt inderdaad wel heel zinvol. En de extra research slots. Check. Oké. Soviet withdrawal after a build-up of Japanese forces in Manchuria. De Soviet Union. Oké, dus de Soviet Unie heeft zich gewonnen hier. Trekt zich dus terug. Oké. Durft hij de strijd dan niet aan? Zo te zien niet. Even kijken, hoe zit het ondertussen met onze fascistische groep? Kijk, dat gaat nu een beetje de goede kant op. Een kwart inmiddels. Nee, het is meer dan een kwart trouwens. 41% zelfs, kijk.
Als er nu weer een Civil War komt, dan zouden we het erop kunnen wagen. Afgezien dat we nog steeds heel wat manpower tekort komen. No template. Nee, dat snap ik. Production. Die gebruik. Ja, wacht even. 3 tanks. En dit is. Nee, laat ik wel nog hier eerst gewoon tanks bij zetten. En die dus verwijder. Bam. Edit. Artillery. 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 Save. Hop. Waarschijnlijk heel veel nieuwe nodig. Juist. Ja, deze hoeft trouwens ook niet zoveel te hebben. Zo. En dan is de vraag, gaan we inzetten op meer manschappen? Wat natuurlijk wel kan. We hebben nu een voluntary army. We kunnen naar limited. Geeft ons al iets meer. Als we echt iets langer wachten, kunnen we ook naar extensive. One of the following must be true. Ja, we moeten wel al in oorlog zijn. Is dat natuurlijk nog niet zo. Armament organizer, nee. Land doctrine research, klinkt op zich wel goed. Gratis army experience. Light aircraft designer. Ook niet verkeerd. Divisions. Naval speed. Naval air attacks. Partial mobilization. Misschien wel de beste. Oké. Let's go. Maak de fabriek in ieder geval een stuk sneller. En daar is ook de extra research slot. Mooi zo. Kijk, dat levert ineens 6 extra fabrieken op. En dat moeten we hebben. Oh, we zitten pas in 38. Ik wou zeggen, we kunnen nu deze aanzetten, maar we zitten pas in 38. Gaat allemaal nog helemaal niet zo snel. Radar towers. Dat lijkt me wel belangrijk voor Engeland. De steun van het volk neemt trouwens een klein beetje af. Nog niet extreem. En we naderen de 50%. Hey, recruitable population is toch met 0,2% omhoog gegaan. Maar dat heeft hier dus niet het effect gehad dat we ook mannen over hebben, helaas. Het is me ook nog niet helemaal duidelijk hoeveel we er nu tekort komen. Dus gewoon eens een regimentje aanklikken. 700 tekort. Nou, doe dat maal 24. Dan hebben we toch nog behoorlijk wat tekort te lopen. Missing equipment. Toch weer die carrier fighter. Oh, de carrier fighter. Ja, oké. Carrier fighter. Daar is die. Cannot deploy. Oh, ja, die heeft natuurlijk ook geen manpower. Ja, helder, helder. Damn. Die moeten we gewoon een paar units even opofferen. Deze zijn er toch wat veel. Hop, kijk. 18.000 man. Waarschijnlijk zo weer op, maar goed. Ja, dat was hij al. Wat ook op is de tijd. Dat betekent dat we deze aflevering gaan afronden. Helaas dus nog niet de beloofde oorlog richting Canada en dergelijke. Dat zal echt nog even moeten wachten. Ik hoop dat we dat de volgende aflevering wel halen. Voor nu dus opnieuw een rondje met vooral opbouwen. Maar goed, ook daar leren we van, laten we maar zeggen. Opnieuw bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.